Ik ben in een kleine paniek geschoten. Ik was daar juist mijn bolletjes aan het maken. Ik zit nu aan 1,8 kilo. En ik ben erop uitgekomen dat ik eigenlijk mijn porselein redelijk stevig moet maken. Dus dat ik alle porselein zal moeten een beetje laten uitdrogen, moeten doorslagen om die dan te kneden. En als ik eens even kijk hoeveel kilo dat ik dan nog moet maken, dan kom ik op een bijna 500 kilo porselein dat ik nog ga moeten doorslagen in die challenge en kneden op voorwaarde dat ik maar één bolletje per sessie maak. Wat dus waarschijnlijk in de eerste sessies nog niet zal zijn, dat zullen er meestal twee zijn. Dus ik weet het niet, ik had een klein licht paniekje, een klein licht paniekaanvalken. Maar kijk, ik heb zoiets van trust the process. We gaan het gewoon dag per dag nemen en we zien wel waar we uitkomen. Sessie 18. 1 kilo en 800 gram. Om even terug te komen op die intro van er juist. Hè? Ik denk dat ik mijn man dus ga leren doorslagen. Ik denk dat ik de Steven ga leren hoe dat hem porselein moet doorslagen in de hoop dat hij dat voor een stuk wil doen voor mij. Oh, waar ben ik aan begonnen? Ik heb zo aan een emmer met proper water gezet. Dat is wel handig. Dat kan ik gewoon mijn gerief daarin gooien en dat dan de dag erop er proper terug uithalen. Alright. Dat heb ik niet meer nodig. We moesten voor de allereerste keer hier zijn om naar die challenge te kijken. Welkom. Het is de bedoeling dat we dus tot 10 kilo gaan. Er is ergens een filmpje waarin ik uitleg waarom ik dat soort idee eigenlijk heb. Ik hoop dat er ondertussen mensen zijn die zich geroepen voelen om ook een challenge te doen. Laat het mij weten alsjeblieft als je daaraan bezig bent of als je plannen hebt in die richting. Ik ben wel het een en het ander gewoon ook van kneden en zeulen met klei. Ik doe ook wel wat yoga en zo, dat helpt. Maar toch, elke keer dat porselein doorslagen en kneden, met de bedoeling dat die ook redelijk stijf is, dat is toch best wel intensief. Ik heb juist 4 bollen gemaakt. 2 van 1,8 kilo en dan 2 vanmorgen van 1,9 kilo. En ja, dat wordt toch stilletjes aan behoorlijk vermoeiend. Ik moet zeggen, ik heb al heel een tijd, ben heel een tijd hetzelfde water aan het gebruiken, want ik heb heel graag slip om mee te draaien. Nu komt er toch een klein gurkje vanaf een stukje aan. Dus als er iemand een tip heeft om dat proper te houden, misschien moet ik er een klein beetje Javel in doen of zo. Tips welkom. Een naaldje had ik dat hier ook ergens liggen. Ik heb dat er juist gebruikt.
Ik heb echt er vrij veel over. Nu gewoon voor mijn... voor de fun eigenlijk, omdat het nog ook zo mooi staat en redelijk stevig is. Ik eens proberen om er zo lang mogelijk teutje aan te zetten. Goeie oefening. Iets aanhalen. De fout zit hier, dus dat begint in te zakken, zie je? En als daar geen spanning meer op zit, dan kun je dat niet afwerken. Dus ik ga het even terugregelen. Beter dan ik had verwacht eigenlijk. Kijk nu, hoe schön. Mooi. Echt. Geweldig. Oké, blij mee. Een kilo 800. Ik ga deze nu even opzij zetten weer. Ik wil hem eigenlijk wel doorsnijden, maar ik wil niet, als de volgende dan mislukt, er geen hebben. Dus ik kan deze opzij zetten. Als een tweede beter is, of als ik het gevoel heb dat die beter is, dan hou ik de tweede, anders hou ik deze bij. Zeker niet slecht. Zeker niet slecht. Het enige wat ik altijd moeilijk vind om te beoordelen is of dat nu niet nog veel te zwaar is. En ik wil ook eens proberen om die te laten opstijven, of misschien moet ik er een keer mee een heatgun opzitten en hem dan doorsnijden. Dan ga ik ook nog iets meer zien hoe dat die verdeling is van binnen. Je denkt altijd, als dat op je schijf staat, ziet het er altijd beter uit. En als je dat eraf neemt en je ziet er daarna, denk je, oh, toch niet zo geweldig. Ik had eigenlijk met die eerste toch weer van boven overschot. Ik had toch moeten proberen om dat... om dat niet te hebben. Want dat is, het is zonde dat je er moet afhalen. Maar op zich is dat niet zo werk dat je er een klein stukje moet afhalen. Maar ik voel ook dat het er van boven echt, echt wel dik is. En dat is niet nodig. Want daar zit ook geen, er zit geen gewicht op. Dus het is niet alleen dat ik daar een stukje moet afhalen. Het is ook dat er volgens mij nog veel volume in zit dat ik er nu niet uithaal. Dus ik kan toch proberen... nog wat hoger te gaan of op een bepaald moment dat bovenste stukje nog wat extra uit te draaien. Ik heb echt alleen maar dikte nodig van onder voor de stabiliteit. Boven eigenlijk niet, hè. Ik probeer ook omdat ik een redelijk smalle voet wil van niet te breed te beginnen. Dus als ik bijvoorbeeld cilinders draai, dan zal ik mijn klei veel lager laten zitten en de voet veel breder laten en dan alles optrekken. Maar nu, omdat ik die smalle voet wil,
begin ik toch al net iets hoger. En ik vind het ook wel aangenaam om dat in twee keer te openen. Dus dat is ook een verschil tegenover in het begin misschien. Dat ik nu begonnen ben met dat eigenlijk in twee keer te openen. Dus dat ik eigenlijk eerst dat bovenste stukje open. Tot ergens halverwege. Misschien dat ik dat niet te snel doe. Zelfs nog wat meer openen, denk ik. En ook al best wel wat verdunnen. En dan verder naar beneden nog openen. Ik heb de indruk dat dat wel aangenaam werkt. Voilà. Ik zal hem in het midden. Het is ook wel best stug. Ik weet niet hoe lang ik dat nog met die vingers ga kunnen doen. Dat is echt... Ja, ik voel dat dat moeilijk is. Dus dat kan zijn dat ik binnenkort zomer begin aan openen ook. Daar ben ik nog niet klaar voor, precies. Ik moet echt heel veel kracht zetten in die vingers om dat er van onder open te krijgen. Mooi, nu ben ik een beetje te diep. Dan ga ik ze even herstellen. Sorry, ik moet even met mijn bodem corrigeren, die was te dun. Het is nog niet. Ik kan er niet nog een stukje bij plakken. Ik heb iets van onder dat men niet ziet. Ik heb geen idee waarom, want ik was er eigenlijk ook totaal niet dun of zo. Geweken is, maar toch. Nog eens, hè?
Ik heb hier zo'n bult in staan. Gek, hè? Alsof dat, dat terug naar beneden wilt, hè? Dat is echt, je ziet echt de duwen tegen. Ja, tegen de zwaartekracht eigenlijk, hè? Dus dat, die... Ja, dat bovenste stuk, dat drukt op dat onderste. Heb ik opzettelijk dat stukje dunner gezet, in de hoop dat ik niet meer het gevoel heb dat dat te zwaar is. Hè? Toch nog veel, hè? Dat is beter. Oké.
Deze is sowieso beter dan de andere. Ik kan nog eens doen, zo'n teutje maken. De oefening, het is niet dat ik dat per se mooi vind. Maar het is heel interessant om dat te oefenen. Dat lukt alleen maar als heel dat wandje even dik is en dan versmallen. Ik is dat wel de max. Het is lang, hè? Het is nog niet perfect, maar het is wel lang. Wauw, ik wist zelfs niet dat ik dat kon. Goed, hè? Goed, hè? Geweldig. Voilà, ja, ik wijk nu wat af van mijn concept. Ik weet het, dat het eigenlijk een heel klein kort teutje moet zijn, maar ja, ik kan het niet laten. Het is zo leuk om te doen. Dus ik zou zeggen, probeer het ook eens. Ga natuurlijk alleen maar als je echt overschot hebt om dat toe te doen en dan nog eens een nekje aan te maken. Deze is volgens mij beter dan de andere. Ik zal hem er eens naast zetten. Ik vind hem van vorm veel mooier. Ja, hij is mooier. Zeker en vast mooier. Curven is beter. Bolling begint lager. Ik denk ook als hem afgedraaid is dat het mooier gaat zijn. Dus dat wordt hem. En deze gaat doorsnijden. Maar ik zou hem precies even... Nee, ik ga dat volgende keer doen. Anders moet ik nog een droger gaan zoeken. Een blazer gaan zoeken. Maar ik zal dat volgende keer klaarleggen. En dan kunnen we ook een keer eens een droogblazen. En dan doorsnijden. Dan blijft hij recht staan. Want natuurlijk nu, als ik die doorsnijd, ploep. Dan is die, gaat hij altijd inzakken. Hè? Moeilijk om te zien dan wat het was. Maar kijk, we gaan het toch proberen. Ja. Naast het teutje gesneden. Oh, ça va wel. Ik dacht dat het erger was. Ik dacht dat het dikker was hier van boven. Dus eigenlijk valt het wel mee. Oh, ik ben wel blij. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat ik had het gevoel dat het nog heel stevig was. Maar dat dus wil zeggen dat de porselein stevig was. En niet per se dat het dik was. Dit ook nog eens even losmaken. Misschien gaat het teutje nog eens doorsnijden ook. Ik weet niet wat dat nog lukt, hè? Nee, dat lukt niet. Dat is in elk geval heel dun. Het valt mee, hè? Dus die dikte hier van onder is oké. Dat gaan we wegdraaien. En hier is dat eigenlijk... Ja, ik denk, moesten dat nu niet met die draad hebben gesneden. Op het breedste punt is het dunste en dan moet dat eigenlijk dun blijven. Dus inderdaad, er zit nog iets dikte daar. Maar ik denk dat we dit in de andere dat ik het er wel heb uitgekregen. Oeh, dus me happy. Me happy. Ik ben eigenlijk blij. Ik zat even vast op een kilo 5 en een kilo 6. Dat is niet echt totaal niet. En het is dus duidelijk dat die porselein echt nog een droge kant moet zijn. Zo. Net niet op het punt dat begint barstjes te vertonen. Maar echt goed stevig. En dat is natuurlijk werken om te kneden. Maar je merkt heel goed dat je dan veel meer kunt doen. En dat die vorm veel gemakkelijker blijft staan. Je kunt ook meer optrekken. Je kunt meer hoogte creëren voordat je begint rond te zetten. En dat is ook belangrijk, want anders blijft ook al het gewicht erin zitten. Dus ja, me happy. Bedankt voor het kijken. Doei!